Mijn naam is Tobias Kamman en dit is Statements. Dames en heren, welkom en leuk dat jullie weer kijken naar Statements. Wegens succes, ja, zijn wij er gewoon weer. En maken we waarschijnlijk nog een seizoen of 12, hè Q? We zijn hier niet weg te rammen. Nee, zeker niet. De mensen zijn blij met ons. We gaan het slammen. Goeie binnenkomen. Ja, kom op. Hele goede binnenkomen. Ja, dat is... Maar buiten het feit dat wij natuurlijk het succes zijn van dit format, is het grootste succes altijd onze gast, Tobias. Ja, dank. Ja, dank. Ja, ik ben blij dat je er bent. Ja? Ja. Ik had eigenlijk het idee dat er bekende mensen op waren en dat jullie dachten van nou... Ook dat, maar dat mochten we niet zeggen. Ja. Nee, ja, laten we hier een beetje hoog houden. Ja. Ja. Nee, oprecht. Ik vind dus wat jullie maken fantastisch. Waar komen die ideeën vandaan? De ideeën komen denk ik meestal uit een soort van... sadisme. Tenminste, ja, ik heb Daan, dan denk ik van, ik zou het leuk vinden om Daan in een oude witte herenslip over een autosloop te laten rennen. En dan is dat het concept voor de videoclip. Ja. Heb je ook wel eens iets gedaan waar je echt daarna vies voelt? Bij die piratending wel. Ja? Ja. En jij hebt je ook best wel voor best wel dingen verkocht. Ja. Soms zelfs bijna lichamelijk. Ja, maar het kan mij niet laag genoeg. Nee, dat niet. Ja, hoe meer pijn het doet, hoe lekkerder ik het vind. Ja. Het kan maar niet laat genoeg. Er moet iets zijn waarvan je denkt, dit heb ik gedaan, maar dat vind ik echt kut. Ik heb wel naakt moeten jeu de boelen tussen bejaarden. Oh. Ja, maakt. Dat was echt die heftig. Heb ik gezien. Heftig. Ik vind dat piratenidee niet eens zo verkeerd meer. Naakt en dat is ook nog voor de NPO. Hè. Dus het is niet dat je daar zo dik betaald krijgt. Dus ik kreeg ook niet eens heel veel geld voor. Maar wisten de bejaarden ook dat je naakt zou gaan, of was dat een verrassing voor hun? Nee, daar gingen ze vanuit. Ik had nog een soort handdoek over mijn schouder, om een soort, dat voelde dan nog als een kledingstuk, maar die moest af van de bejaarden. Ze vonden niet dat ik dat kon dragen. Nee, dat is toch gewoon in je blote... Ja. Ja, ik was al, ja. Ja. Ja, had je dan ook nog een paar bejaarden die zeiden zo, Tobias? Nee. Maar dat kwam ook omdat... Die gewoon echt niet waar was. Nou ja, en omdat het natuurlijk... Ja, het is niet dat ik dan een erectie krijg van zoveel bergen gesmolten leverworst. Dat is niet dat ik daar dan heel berig van word. Dus nee, het was in reisformaat, zeg maar, ja. Die heb ik ook gezien, die aflevering, op die naaktcamping. Naaktcamping? Het was een hele camping. Het was een weekend lang naakt recreëren. Even terug. Wacht. Er is dus een camping? Heel veel campings. Waar families komen die allemaal naakt gaan? Ja. What the fuck? Ja. Ik denk dat we moeten beginnen. Ja. Dat is wel handig, want anders is de aflevering al voorbij. Mijn hoofd kan er niet bij. Waarom moet ik deze oplezen? Ik ben een vreemde eend. Ik ben wel apart, denk ik. Kijk je nu nog ons om die vraag? Ja, of ik een bevestiging krijg. Nee. Ben jij jezelf een vreemde eend? Ja, maar ik heb ook wel echt een bloedhekel aan kleinburgerlijkheid en... Phoenixwijken en mensen die... Omschrijf kleinburgerlijkheid. Ja, dat je ergens in Leidse Rijn woont. Dat je heel hard werkt om een suffe leaseauto te hebben. Een lelijke vrouw, lelijke kinderen. gewoon een kutleven. En dat je dan dus de hele dag... dat je de hele dag werkt voor twee keer per jaar op vakantie. En die flats twee keer per jaar op vakantie naar een all-inclusive in Turkije een flatscreen kopen en that's it. Ja, nou dat lijkt me echt walgelijk ook. Zie je, waarom word ik gestraft? Het zijn zijn uitspraken. Waarom word ik gestraft? Kleinburgerlijkheid is dus... Ja, gewoon fantasieloos leven. Middenhuisje, leaseautootje, lelijke vrouw. Net iets lelijkere kinderen nog, die ook iedereen pesten op de basisschool. Omdat zij ook weer ongelukkig zijn voor jouw ongelukkigheid. Dat proeven en voelen ze natuurlijk elke ochtend naar school met een broodje pindakaas. Waarvan ze eigenlijk denken, ja, daar heb ik helemaal geen zin in. Dan thuiskomen die niet op hebben gegeten. Jij hebt daar dus net energie in gestoken. En jij denkt bij jezelf, wat heb ik een kutleven. Nou ja, en op werk gewoon geen voldoening eruit. Ja. Gewoon elke dag hetzelfde. Met ook weer lelijke, saaie collega's die tijdens de lunch over zelfgemaakte granola praten. Dus en weet je, dus gewoon dat het... Dat het niks toevoegt. Ja. Een kleine disclaimer, ik distancieer me van deze uitspraken. Ja? Nou ja... Jij bent bang dat de merken niet meer met je willen samenwerken? Nee, dat niet eens. Nee, maar ieder zijn eigen geluk, toch? Dus het is wel hun eigen schuld, hoor. Ja. Ja, je hoeft geen medelijden te hebben. Ze doen het zelf. Ja. Maar ja, dat maakt mij dan wel vreemd, omdat ik daar niet van hou. Ik ben taalkundig. Er zijn ook echt heel veel mensen die met dure woorden gaan praten, puur omdat ze gewoon willen laten zien dat ze ermee kunnen praten.
Tobias zou er zo eentje kunnen zijn. Ja, want echt schrijven moet je mij niet laten doen. Nee. Mijn ouders die hebben denk ik tot mijn 18e altijd mijn proefwerken nagekeken. Want interpunctie gebruikte ik niet. Gewoon geen punten, geen hoofdletters. En dan moest mijn vader daar dan iets van breien. En die deed dan alle punten voor mij. Maar met praten vind ik het wel leuk om wat deftigere woorden te gebruiken. Want dat onderscheidt mij weer van de mensen in de burgers. Van de burgers. Hoe komt het dan dat je toch zo laat pas een carrière als dit achterna bent gegaan? Ja, ik deed hele andere dingen. Wat deed je? Nou, nee, want ik ben nee, want op mijn 19 of zo deed ik al wel. Was ik V-reporter voor Vodafone? Ging ja. Deed ik de livestream van Sensation White of zo, dat ja. soort dingen. Maar daarna bedenk je ook, oh, dat wil ik nooit meer. Ik was als de dood voor BN'ers en die moest ik interviewen. En ik vond ze zo, ik ben heel ongemakkelijk bij mensen. Wat vond je eng aan BN'ers dan? Nou, gewoon om er naartoe te lopen en te zeggen, mag ik je wat vragen? Victoria Koblenko heeft gewoon een keer tegen me gezegd van nee. En toen liep ze weg. Toen dacht ik, nou, dat was zo'n deuk in mijn ego. Ik dacht, ja, ik snap het ook wel dat je wegloopt, maar de meeste die proberen nog een beetje iets leuks te doen, maar zij liep gewoon weg. Ze had er gewoon geen zin in. Q, ben jij taalkundig? Op zich. Nou ja, ik heb jouw rapteksten gehoord, er zit ja. best wel wat... Ja, ik denk, ik had het toevallig laatst daarover van, kijk, als je mijn post ziet op Instagram of zo, vind je ook wel wat foutjes. Maar ik ben ook iemand, ik ga het niet nachecken, toch? Dus gewoon van, ik schrijf hoe ik het schrijf en dat ik daar een keer een DT, als ik echt goed kijk, denk ik, oh ja, je moet geen DT, gewoon alleen een D en zo, snap je? Maar dat is iets anders dan bijvoorbeeld de lyrics die ik schreef. Geef ons eens even die rap die je toen in de auto hebt gedaan. Die, Ja, dan moet ik die tekst vanaf het begin tot het ja, eind. Ja. 48 dan. Bars, hè? Ja. Dan gaan ze, dan gaat hij het weer knippen. Ja. Geef ons een stukje. Ik heb geleerd dat slechts een enkeling kan schijnen. Desalniettemin weet ik dat sterren weer verdwijnen. Wat weet je van niks hebben en ook stressen om je kleine. Het liefst willen slapen om nachtmerries te ontwijken. Shit, ik strijd nog met de klachten van toen. Ik had geen geld voor de lichten en het was dark in de rooms. Ik heb heel vaak moeten voelen of de kachels het doen. Nu koop ik huizen met mijn wifi van 500.000. Man, de haren overeind, dit is kippenvel. Volwassen mannen lijf, hier geen kinderspel. Ik verkocht ze rozen met de biggest smell. Alleen om te verbloemen dat ik s'avonds van binnen hel. Hey, ik heb die tears op mijn chest. Ik sliep 3 jaar op de bank, maar mijn kind had het bed. Ik kan nog steeds niet beseffen hoe ik dit heb gered. Net de brandweer, ik haalde een gezin uit de flat. Ja, ja, kom. Ja, 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 ja. Hey. Ik heb er nog meer, hè, als je wil. Ja. Nee? Hebben we nog meer afleveringen te gaan? Mijn DJ-skills zijn beter dan die van DJ Jean. Ja, vind je dat? Wow. Dat staat daar. Ja, oh. Nee, oh, wow, wow. Ik vind het een hele enge man. Als je één keer iets verkeerd doet bij Jean, dan gaat hij gelijk van die... Dan, waarom dan zeg je dan dat je neemt hij een paar lijntjes en dan gaat hij een filmpje opnemen op internet dat hij je helemaal kapot gaat maken. Dus ik, Jean is de beste DJ, de master of the wheels of steel. Ik brand mijn vingers hier niet aan. Nou, en ik ben gewoon eerlijk, mijn DJ skills zijn 100% beter. Ja? Ik heb hem wel eens zien draaien achter iets zonder stekker erin, toen dacht ik bij mezelf, nou... Als Jan daar een filmpje over op wil nemen waar hij wat heeft gebruikt en mij wil uitschelden, mag hij dat ook doen. Ja? Ja. Niet bang? Geen enkel probleem. Ja, hij is niet bang, hij is niet bang. Ja. Hij is niet bang. Nee. Zeker niet voor een mediarelletje. Ja. Jij bent bang voor DJ Jan? Nee. Ja. Ik wou zeggen, ik heb geen DJ skills, maar ik draai wel. Met kerst draag ik een foute kerstdrui. Ja, wel, Tobias, voor iemand die van kneuterigheid houdt en gezelligheid. Kersttrui is wel echt jouw ding. Dat zie je ook aan waarschijnlijk de outfit die je aan hebt. Ja, nee, ik vind het wel een goede outfit. Als we dat onderbreken, ja. Maar dit is wel echt een maffia. Je zou wel zo de maffia in kunnen, man. Nou, ja. Ik zie dat dan als een compliment. Ik hou daar niet zo van dat frivole groep. Überhaupt, kerst is niet helemaal mijn feest. Waarom niet dan? Nou, het is rommel. Het is allemaal kitsch en rommel. En ik vind mijn huis mooi zoals hij is. Er hoeft niet een of andere boom in staan te sterven. Kom op, wel een boom toch? Mooie balletjes erin. Nee, ik vind het zo'n onzin. Nee. Nog een scoop, maar er staat een boom in mijn huis nu. Nee. Ook met frisse tegenzin. Ja. Maar ga je dan wel cadeautjes halen en zo? Nee, ja, ik ga wel bij mijn ouders eten. Gourmetten? Nee, nee, dat is dus burgerlijk. Nee, dat is dus nee, iets, nee. Dat is het burgerlijkste wat je maar kan doen. Nee, maar dat hoort erbij. Gourmetten, dat lekker. Ah, dat vlees je erop gooit, die spetters nog zo op je hand komen. Oh, ik geniet daarvan. Ja? Ja? Al je kleren die er daarna naar ruiken, naar dat soort dat van... Maakt niet uit, dat hoort erbij. Jouw ergste nachtmerrie met kerst, hoe ziet die eruit? Dat zou bij een all-you-can-eat wereldrestaurant zijn. Dan echt... Wat? Nou, daar kan ik me niet in vinden. Nee, daar kom je... Nee, all-you-can-eat is de achternaam. Ik vind dat echt de naarste plek op aarde. Nee joh, ik wil alles pakken. Ja, het is gewoon een soort van jezelf helemaal vol proppen met varkensvoer. Want denk maar niet dat ze kwaliteit gaan serveren als het all you can eat is.
Nou, maar er zijn wel een paar restaurants die goed zijn, hè? Ik ga ze niet noemen, want ze betalen niet. Nee, maar er zijn echt wel een paar restaurants waarvan ik denk, ja, lekker, man. Echt, ik ga wel echt 6 keer heen en weer. Ik zie ook altijd die mensen die daar werken, het brandt in hun ogen. Hè? Die denken, ja, hier trekken we onze geld niet uit, zeg maar. Ja. Ze zien jou binnenkomen. Ja, ja, denken, oh. Maar jij wel? Ja, 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 zeker. Ja, als je geld te dubbel is. Als ik 30 euro moet betalen, geloof maar dat ik voor 90 euro eet. Ja, 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 ik laat niet over me heen lopen. Denk jij, over kerst nog even gesproken. Ik vind kerst heel gezellig. Ik hoop dan ook eigenlijk dat het lekker sneeuwt. Ja, maar kersttruien. Kersttruien. Ja. Nou, als je zo'n trui draagt, dan draag je ook maar een kersttrui. Maar ik heb wel zo'n gevoel, jij kan zeg maar gewoon als zo'n elfje verkleed gaan. Nee. Tinkerbell, ja toch? Tinkerbell is weer Peter Pan, dat is weer helemaal anders. Ja, maakt niet uit. Dat is ook een elf. Oké, hoe ziet de toekomst eruit? Wat ga je allemaal nog doen? Veel dingen met koken. Wat allemaal mag ik nog niet zeggen. We gaan natuurlijk met de FOMO Show door. Er komt een kerstspecial. Leuk. Misschien ook wel nog een nieuw seizoen. Wanneer worden wij uitgenodigd? Ja, gaan we in ieder restaurant. Ja. Ja, ik ga echt nog liever Jeu de Boule in mijn blote pik dan dat ik, ja, dan dat ik naar een all you can eat. Ik hoor hier een uitdaging. Ja. Een nudiste all you can eat. Oh. Dan, daar raak ik ook echt niet mee hoor. Nee, dan blijf ik thuis. We kunnen nog uren praten, we vonden het hartstikke gezellig. Nou, jullie ook bedankt voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet te liken, te subscriben en blijf kijken, want er komt nog veel meer. Wat in de volgende episode gebeurt is... dit. En dan gaan we heel voorzichtig, met een beetje kracht. Nou, gaat nu al mis. Ja, twee keer. Hey, nou, daar doen we het voor. Hoppakee, gelijk zo. Dat doe je goed, zeg. Het lekkere is als je zo sabreert. Het gaat een beetje naast, maar het hoort er niet bij. Ja, maar dat is prima. Mannen, proost. Santé, hè, zou ik zeggen. Proost. Op het goede leven.